Nou, mijn naam is Judith Reuze. Ik ben projectleider hier bij het zorghotel Achterhoek. In dit zorghotel gaan we zorgen voor coronapatiënten die positief getest zijn en niet meer thuis kunnen blijven. Omdat de thuissituatie toch heel nijpend is en ze extra zorg nodig hebben. We werken hier heel erg samen met allerlei zorgorganisaties in de Achterhoek en we werken samen met de huisartsen. We proberen om voor 64 klanten de zorg te waarborgen 24/7. En vandaag zijn de eerste medewerkers gestart en we wachten op de komst van de eerste cliënt. We zijn enorm trots dat we dit in korte tijd voor elkaar hebben gekregen. Echt in samenwerking met iedereen. Ondernemers hier in Gaanderen die ons geholpen hebben met het gezellig aankleden. Met allerlei zaken die dan nodig zijn of die het aangenaam maken om hier te verblijven. Dus met z'n allen hebben we er gewoon echt een prachtig project van gemaakt. En we hopen dat we goed voor de cliënten, dat de zorg voor de cliënten optimaal is. En we hopen ook goed voor onze medewerkers te kunnen zorgen. En dat vind ik wel erg belangrijk. Ik ben vorige week gevraagd om de zorg voor het zorghotel te organiseren met een zorgteam. De afgelopen week hebben we eigenlijk die voorbereidingen daarvoor getroffen. Wat hebben we nou echt nodig om de zorg te verlenen? Maar ook hoe gaan we dat doen? En daarvoor hebben we informatie ingewonnen bij de teams wijkverpleging, verpleeghuisafdelingen die al zorg geven aan coronapatiënten. Maar ook bij hospices hebben we informatie gewonnen omdat het toch best een bijzondere setting is. We werken hier in het hotel met 5 wijkverpleegkundigen die rolerend van maandag tot en met zondag dienst hebben tussen 7 en 11 avonds. Als wijkverpleegkundigen zullen wij met name gaan kijken welke cliënten hier opgenomen kunnen worden. Zullen met ziekenhuizen, huisartsen en wijkverpleegkundigen van verschillende organisaties afstemmen of dit ook echt de best passende oplossing is voor de cliënt om hier te gaan verblijven. De huisartsen van 3 huisartsenregio's zijn hierbij aangesloten. En er zijn 6 huisartsen die de basisartsen zijn die zich verbonden hebben aan het hotel. En die zijn medisch verantwoordelijk voor de zorg. En wij werken heel nauw samen met de artsen. Die komen dagelijks ook in het hotel artsenvisite lopen. En daarbij worden ze altijd geassisteerd door of een verpleegkundige of een wijkverpleegkundige. We werken met veel ICT, dus we hebben ervoor gekozen om niet op papier te werken, maar om de kwaliteit zo groot mogelijk te houden. Wel met digitale systemen waarin we alles vastleggen, alles kunnen meten. Dat geldt voor zowel de wijkverpleging als voor de artsen, zodat we ook bij alle bestaande dossiers en gegevens van de klant kunnen, zodat we de klant zo goed mogelijk toch leren kennen. Daarnaast staan natuurlijk allemaal materialen op voorraad en hebben we vandaag en gisteren veel tests gedaan om te kijken van hoe gaat het nou als een klant binnenkomt. Liggen de materialen op de plek? Weten de zorgverleners wat ze moeten doen? Werken de telefoons? Welke informatie gaan we meegeven aan de cliënt? Liggen alle etenswaren in de koelkast? Zodat de cliënten hier ook zo'n aangenaam mogelijk verblijf hebben. Omdat we met heel veel mensen van verschillende organisaties, verschillende achtergronden gaan werken. Mensen komen uit verpleeghuizen, uit de wijkverpleging. En we zetten hier een compleet nieuwe setting neer. Ik ben zelf wijkverpleegkundige, dat is mijn achtergrond. En ons team is dus heel gemêleerd. En de uitdaging was eigenlijk vanaf het begin af aan continu om te zoeken naar hoe we het beste van al die werelden kunnen pakken om hier de zorg zo goed mogelijk te leveren. En dat geldt ook voor de systemen, want elke zorgorganisatie werkt met andere digitale systemen, andere werkwijzen. We hebben echt geïnventariseerd wat de best passende systemen zijn om hier toe te voegen. Maar dat betekent wel dat een groot deel van de collega's met nieuwe systemen komt te werken. En dat is wel een spannende. Maar het is wel een grote operatie. Er komt heel veel bij kijken.